Yo, wat's up mensen? Super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. En ja, het blijft nog steeds leuk dat ik met deze camera film. Ja, ik vind het echt een leuk apparaat. Vandaag gaan we een superleuke vlog neerzetten. Namelijk, we gaan iemand ontmoeten voor het eerst in het echt. Waar ik heel vaak al mee game en streamen, noem het maar op. Dus dat wordt superleuk. En deze camera, jongens, ik zet hem even neer. Moet je even kijken wat hij allemaal doet. Check dit, als ik hierheen beweeg. Hij volgt mij gewoon de hele tijd waar ik zo met mijn gezicht naartoe ga. Hier naar beneden. Fucking ziek, man. Hey, trouwens, nu we toch hier beneden zijn, ik ga heel even deze schoenen aanzetten. Oh, dat is heel raar. Ik ga even deze schoenen aan doen, jongens, want ja, ik ben een beetje laat. En ik heb mijn horloge niet om, dus die moeten we ook even pakken. Maar deze camera, jongens, het is echt ideaal. Ik kan gewoon tegen jullie praten. Het lijkt net alsof er een cameraman achter die camera staat die mij nu filmt. Het is echt bizar. Het is echt. Het blijft zo'n apart dingetje, jongens. Oké, alright, zo. Oké, de schoentjes zijn aan. Dan moet ik nog heel even mijn horloge pakken. En de tas neem ik mee die hier ligt. Dus dat is tof. Even kijken, ga ik die even hier neerzetten. Give me one sec. Ja, die Apple Watch gebruik ik heel vaak voor het sporten. Dan kan je namelijk precies zien hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoe lang je aan het gymmen bent. Dus dat is echt ideaal. Ja, een Apple Watch, het hoeft niet eens de duurste en de nieuwste te zijn. Als hij maar werkt, man. Dat is belangrijk. Autosleutels. Die liggen hier. Boom. Alright, tas mee, jongens. We gaan in de auto duiken. Ik moet een beetje omschieten, maar ja, dat komt wel goed met 320 pk onder de kont. Dus let's go, man. Oh, wat staat de auto er ook weer mooi bij. Is helemaal fris en fruitig, gewassen en zo. Zo, jongens, we zitten in de auto zoals je ziet. Ik ben namelijk nu onderweg richting Deventer natuurlijk. Het ziet er wel heel onpersoonlijk uit als ik mijn zonnebril ophoud. Maar we gaan richting Deventer toe en daar moet ik even iemand van het station ophalen. En dan gaan we daar naar de gym toe. Dus ik ben super benieuwd. Maar dit nummer trouwens, er staat de Boef Zomersessie. Dat ding is echt gek, jongen. Gezellig, man. Ik zit helemaal in mijn sas. Ik moet even wat drinken. Oh, die fiets is sick. Ik kan bewegen naar die plek. Ik kan bewegen naar die plek. En ik heb nog een beetje plek. Dus ik kan meegaan naar die plek. Alright. Oké, genoeg getrapt in die muziek. Trouwens, ik heb zo'n wide lens stukje erop zitten. Volgens mij is de lens nu veel wijder. Fucking chill. Alright, jongens, we zijn APD al uit. We gaan richting de snelweg toe naar Deventer toe. Is ongeveer een kwartiertje rijden. En dan zijn we op locatie, man. Let's go. Zo, dames en heren, we zijn in Deventer aangekomen. Het duurde echt maar, was het 10 minuutjes rijden of zo. Het valt best wel mee vanaf mijn huis. Maar het verkeer is echt helemaal shit hier. En iedereen wil er langs en drukt en noem het maar op. Allemaal chaos, joh. Maar goed, we zijn er. Alright, ik ben nu zeg maar nou in het treintje aan het draaien. We moeten zo meteen hier linksaf. En dan gaan we even richting het station van Deventer. Ik had om ongeveer tussen 1 en kwart over. Oh, flitser, oh nee. We hadden eigenlijk om kwart over 1 afgesproken. Maar ja, ik noem gewoon Dialo. Ik noem ze nou gewoon op boeien. Jullie weten het toch. Ik kan mij helemaal zo mysterieus doen. Maar Dialo is er waarschijnlijk nu al. Hij was iets eerder omdat hij natuurlijk met de trein reist. Dus het is nu 1 uur geweest. Dus ik ben ietsjes later dan dat hij er is. Maar we zijn er beide, man. Goeie shit. Hey, die waggie is kapot hard, bro. Kijk hem. Yo, man. Die auto is kapot hard, lekker, man. Lekker, hè? Dat ding. Ja, het is het nieuwste van de nieuwste, man. Oh, je hebt ook die kleine camera. Ja, joh, hetzelfde camera en shit. Ja, ik ben nog wel helemaal aan het wennen met dat ding, ouwe. Ja? Ja. Alright, jongens, we zijn nu bij Big Jim. Dialo is er ook bij. En hij vond de auto al heel erg leuk. Dit is feestje, man. Ja, man. Je zei zelfs Ferrari, hè? Ja, klonk echt. Echt goed. Hij gaat optrekken als een lijst, man. Ja, man. Die uitlaten, ja. Je moet maar eens een keer buiten horen. Dat is helemaal gek. Ja? Ja, man. Alright, jongens. We hebben net de pre-workout even ingenomen. Oh, what the fuck. Dit bedoel ik met die lens. Gaat hij helemaal naar beneden. Ja, klopt. Fucking raar, man. Alright, jongens. We hebben net de pre-workout genomen. We zijn helemaal ready. We gaan chest day doen. Dus, wat is je PR eigenlijk? Ik doe er niet zo vaak, man. Ja. Ik met die dumbbells, toch? Ja, ja. Ik denk, zo'n 65 misschien. 65? Ah, nee, het is niet veel, maar. Mijn benen zijn sterker dan mijn armen. Ja, oké. Vaker doe ik denk kan wel. Ah, oké. Dan gaan we even kijken. Misschien dat we een nieuw PR kunnen. Misschien, we gaan zien. We gaan checken, jongens. Let's go. Even lekker opwarmen. Ik ga gelijk die 60 doen, man. Hoppa, maar dit is jouw PR eigenlijk al, 60. Oh ja, man. Wil je die gelijk doen of nog een beetje warm draaien? The fuck? Bro, jij kan echt wel zwaarder. Jij kan echt wel zwaarder. Doen we nu even 80 keer erop, tientje. Oh. Graf. Ja, maar 70 gaan we doen voor jou. Die heb je. Alright. 70, man. Heb je easy, man. Goed voorbereiden, goed zitten. Kom. Nu jij. Nee. Kom. Ja. Hey, ja. Wat moeilijk. Ja, ik hiel wel een beetje, man. Easy, man.
Ik ga 120 zo doen. Wil jij nog een pogingetje doen? 60 of zo, even een paar keer? Ja, 60. Ja, is goed. Goed. Juist. Kom. Juist, man. Hier, kijk dan. Lijp houden. 3 keer zelfs. Man doet even 3 keer zijn PR. Ja. Hier. Zei toch dat ik hem kon? Ah, goeie shit, man. Hij is toch wel zwaar, hè? Heb jij zo lang haar gehad? Ja. What the fuck? Wow. Jij bent veranderd, bro. Ja, kapot erg. Wow, maar toen jij was nog veel langer, maar nu valt het mee, hè? Ja, jij bent gegroeid. Lijf? Ik dacht, ik heb jou al 1 keer eerder om. What the fuck? Zo, je had echt wel lange dreads, ja. Of een muss-up, kan je dat? Zo? Oh. Ja. Oh, ja. Wow. Jezus, genoeg geweest. Oi, 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 oi. Alright, dames en heren, we zijn klaar met gymmen. We hebben wel echt goed gegymd, man. Zeg dat wel, gewoon mijn chest is helemaal kapot. Ja. En jij hebt je PR verbroken. Ja, die 70 had je ook, hè? Hij blijft ziek, hè? Ja, 70, met een beetje over jou. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, jongens, we gaan nu even wat eten halen bij de supermarkt. Want ja, hey, na zo'n gymsessie moet je ook wel even weer wat voedsel naar binnen werken. Ja. Ik kan hem niet echt... Ja, hij is ook te lang, denk ik. Ja. Ja, net. We zitten bij het station, zie je... Wacht, die camera doet weer... Ken die lens gaan naar het plafond, jongen. Nou jongens, we hebben even wat eten gehaald bij de Jumbo. We zitten hier bij het station. Ja, maar even goed eten. Lekker, man. Ah, hij staat er wel dik, hè? Ja, joh, blijf wel ziek. Blijf, man. Nou jongens, we hebben lekker gegeten. Diale gaat weer naar huis. Hij heeft zijn auto ergens in een parkeergarage. Goeie shit, man. Hey bro, ik spreek je vanavond weer. Oh, hij volgt mij. Goeie shit, man. Alright, jongens, we zitten weer in de auto natuurlijk. En we, ja, heerlijke dag hier even gegint samen met Diale. Dus voor het eerst dat we elkaar in het echt hebben gezien. En die kerel is sterk, man. Sterker dan die zelf denkt eigenlijk. Want zijn PR op bankdrukken was 60 kilo. En die had hij gewoon letterlijk 3 keer makkelijk. Dus dat was wel goeie shit. Vanavond gaan we natuurlijk weer live. Zien we elkaar ook gewoon weer in game. Dus dat is fucking lachen. Ja, toch leuk om elkaar ook in het echt te ontmoeten. Maar ik ben trouwens nog wel echt een beetje. Dit is echt ziek. Maar dit ding volgt dus mijn gezicht waar ik heen kijk. Maar. Ik ben nog steeds aan het wennen met deze kamer, maar fucking tof. Het ziet er alleen wel een beetje, ja, een beetje apart uit. Ik zal wel even een foto maken hoe dat ding er nu uitziet. Nou ja, zo ziet zeg maar die camera eruit. Het lijkt net een soort suppressor. Ja, lijkt misschien best wel op een wapen. Dus ja, ik zit hier natuurlijk op een station, dus ik hoop niet dat mensen raar denken of zo, maar het zal wel. Fucking chille camera, we gaan richting huis. Gaan nog even thuis wat doen op de PC. En wat dingen fixen, ideeën verzinnen voor shorts, video's en voor de stream natuurlijk. Dus we gaan even lekker naar huis rijden. Ongeveer 20 minuten rijden, zo gepiept. Zo jongens, ik heb even een helm opgedaan. We gaan even op de Vespa even een stukje rijden, want hij gaat maar 10. Even kijken. Njong. Ja jongens, we zijn weer even aan de Vespa aan het klooien, want gaat hij maar 15 nu. Dus hij, dat is niet de bedoeling natuurlijk, hij moet 30 gewoon gaan. Maar het klinkt nog steeds zo top, dat ding, jongen. Dikke Acra eronder. Ja, hij blijft zo dik, jongen. We zijn dus heel even aan het kijken of misschien... maar ik denk dat hij gewoon opnieuw afgesteld moet worden. Want hij staat zo lang al stil. Hij is ook helemaal vies. Kijk, allemaal zand en zo. Gadverdamme. Jongens, we hebben de Vespa gefixt waarschijnlijk. Het ding is, hij staat zo lang stil dat er waarschijnlijk gewoon even benzine door die motor gepompt moet worden. Dus hij rijdt nu goed. Dus we gaan even een rondje rijden. Kijken of hij echt gewoon ook lang gewoon, ja, wat de snelheid is en noem maar op. Dus we gaan even een rondje rijden. Mijn broertje heeft een nieuwe helm gekocht. Deze is wel dik, man. Hoi, joh. Ja, deze is wel lijp. Alright, we gaan even op die scooter. Poes, waar ga jij nou heen? Poesje. Alright, dames en heren, ik zit weer in mijn kamer. De scooter doet het weer goed. Ja, het is toch even leuk om af en toe een beetje aan te knutsen natuurlijk. Ja, dat ding staat gewoon heel lang stil. Ja, sinds dat ik mijn eigen auto heb, dan, ja, dan kies ik altijd de auto boven de scooter, zeg maar, puur door die helmplicht. Maar goed. Nou jongens, ik heb de volle kwak weer ready staan. En mijn moeder had hier van die muizen gekocht, weet je wel, wat je altijd bij die Sinterklaas snoepgoed hebt. Dus die ga ik er allemaal in verwerken. En ik heb ook pepernoten hier. Ja, pepernoten plus volle kwark, jongens. Ja, we zijn op de gains, man. Ja, ik ben dus nu op dit moment heel erg bezig met bulk.
koken. En ja, ik probeer gewoon volle kwark te eten, volle melk te drinken, pepernoten toe te voegen. Niet eens per se heel veel ongezond eten qua Mackey's en zo en pizza's. Maar de remmen zijn wel wat losser, daar ga ik wel eerlijk zijn. Maar gewoon heel erg op die eiwitinname letten. Want ik merk nu al gelijk, ik zit vol op de creatine. Daar was ik ook de laatste tijd een beetje lekking op. Ik zit nu dus vol op de creatine te letten, op de kwark, hè, de eiwitjes. En ik merk gelijk een progressie met mijn kracht. Dus dat is echt ideaal. We zitten ook achter mijn setup, jongens. En ja, ik heb deze popfilter, noem je. Ja, popfilter heet dat. En dit is eigenlijk, je hebt twee van deze popfilters die je bij de Shure SM7B krijgt. Dit is eigenlijk niet echt degene die erbij hoort. Normaal is het echt zo'n subtiele design die hierop zit. En die heb ik weer besteld, man. Die vorige van mij was kapot, dus ik had deze er weer op gezet. Maar kijk, het wordt zo'n unit, zo'n dikke mic. Dus ik heb een nieuwe besteld en die ligt in deze doos. Dus die gaan we even uitpakken. Zo groot, dat snap ik nooit, hè. Zo'n grote doos, check dit, voor dit pakketje. 3, 2, 1. What the fuck, ou? Nou, helemaal goed. Alright, dit is dus hopelijk... Ik heb namelijk al eentje gisteren besteld. Of eergisteren. En die was niet goed. Dus ik hoop dat deze wel goed is. Ik ga hem even uitpakken. Het ziet er, ja, even zien. Gewoon eraan trekken. Ik maak die deuzen altijd een beetje helemaal, hè. Hoppakee, nog een doos in de doos. Oh nee, grapje. Hé, waarom lijkt hij zo klein? Oké, ik hoop dat dit de goede is, maar... Ik weet niet, hij oogt wel een beetje te klein voor de mic. Ik heb zo'n plakbandje aan mijn hand. Oké, volgens mij zit het een goeie. Oké, beter. Even zien. Alright, dit is dus zeg maar de mic hoe ik hem nu heb. En deze gaan we erop doen. Kijk, dit is gewoon een veel mooier design natuurlijk. Alright, gaan we deze er even afhalen zo. Boom. Even kijken of die gaat passen. Ja, oeh, ja. Ik moet hem even iets doordrukken. Wacht, dat ga ik even doen. Kijk eens, boys. Ja, dit ziet er beter uit. Hij is weer nice. Kijk dan. Hij moet nog een beetje volgens mij uittrekken. Maar kijk, dit design is al 10 keer mooier. Het is een wat subtieler design. Zit hij goed vast? Nee, aan die kant nog niet. Of wel? Oh jawel. Hij zit volgens mij... Oh, hier nog niet. Oh, even doordrukken zo. Ja, man. Juist. Ja, dit ziet er mooier uit. Ik weet het, zo hoort de shirt eigenlijk eruit te zien natuurlijk. En ja, je ziet het verschil. Deze is gewoon fucking dik en lomp. En dit ziet er gewoon wat soepeler uit. Oh, ik heb trouwens een hartje. Ja, die heeft mijn vriendin. Bro, ik loop dus al de hele dag rond met dit. Ja, mijn vriendin heeft met oogschaduw, denk ik. Ja, met eyeliner of iets. Heeft ze zo'n hartje erop getekend. Dus ik heb helemaal een hele dag zo'n nep tattoo. Maar goed, jongens. We gaan dus even deze kwark even inladen met dikke vette pepernoten. Met die muizen. En dan gaan we even achter de Discord. Trouwens, jongens. Even over de Discord gesproken, jongens. Nou, ik sleep hem even hier zo heen naar de andere monitor. Ik wil even een dikke shout-out doen naar alle premium leden, jongens. Al deze rode namen, een dikke shout-out naar jullie voor het lid worden van onze Discord. De vibe in de Discord is gewoon echt optimaal. Dus sowieso een dikke shout-out naar iedereen die lid is geworden. Nou, deze kunnen we trouwens wegdoen. Want ik weet niet, het is gewoon een hele chille vibe daar. We zitten ook gewoon met heel veel mensen gewoon lekker te babbelen over gym. Elkaar te, ja, toch een beetje een vinger. We zitten elkaar ook een beetje te pushen met gewoon naar de gym gaan, PR's verbreken. Ook, er zitten ook heel veel gasten in de Discord die gewoon sterker zijn dan ik in bepaalde oefeningen. Het geeft mij ook weer extra motivatie om die gaas bij te zetten. Dus goeie shit, man. Check sowieso de link in de beschrijving mocht je geïnteresseerd zijn om in de Discord te joinen. Het is niet verplicht. Het zou gewoon dik zijn. En je moet maar even kijken nemen. Het zou dope zijn. Via de Discord trouwens ook. Misschien hebben jullie het de afgelopen tijd een beetje gezien. Ik upload ook video's met kijkers die in de Discord zitten die mee kunnen doen in video's. Dus je kan eventueel, als jou dat iets lijkt, ook meedoen in video's van mij. Dus dat is dope. Jongens, ik zeg eerlijk, dit ziet er goed uit, man. Ik heb de pepernoten erin. En ja, de muis, ik zit het ding. Ga ik dat er ook in doen? I don't know. Ik ga even achter mijn PC zitten. Even wat dingetjes fixen. Even wat dingetjes bespreken. De stream voorbereiden. Thumbnailtje instellen. En wow, man. Dat ziet wel echt sexy uit. Die wide lens trouwens is echt wel een hele zieke toevoeging. Het is echt zo'n klein ding. Zullen we hem daar even afhalen? Kijk, boom. Hier, zie je dat? Dit is een magneetje. Een klein magneetje die ik op de lens plak. Ik zal hem weer even opzetten. Boom. Waardoor een kleine bolling ontstaat. Waardoor die wider is. Ja, ik ben nog steeds, jongens. Echt, wauw. Dank jullie wel, man, boys. Die setup, jongen. 2 PC's hier. Het is insane. Het is echt insane. Nou, dames en heren. Ik zit helemaal er klaar voor om natuurlijk zo meteen live te gaan. Headsetje op. En de stream is helemaal, zeg maar, ingepland. Zo zit ik natuurlijk altijd achter mijn setup. Lampjes staan aan. De PC's staan aan. Eigenlijk alles staat gewoon helemaal chill. Zoals je ziet, heb ik hier namelijk altijd de chat openstaan. Hier links, zeg maar, mijn OBS-software. Nou, hier zie ik dus de donors binnenkomen. En hier, zeg maar, de berichten. Dus het is fucking top. En hier game ik op. Het is echt nog steeds een bizarre setup. En ik ben er oprecht super blij mee. Het werkt perfect, man. Wauw. Zoals je ziet, jongens, de plopkap van de microfoon is echt 10 keer cleaner. Ik heb hier natuurlijk die andere, zeg maar. En het is gewoon een stukje... Ja, kijk dit even wat voor verschil het eigenlijk is. Dus het ziet er wel weer heel erg soepel uit, man. Fucking nice. Ik heb er zin in. Ik denk dat ik zo meteen even deze camera even daar zo neerzet. Zodat ik even de intro van de stream van een andere POV even film. Is misschien wel leuk om te zien. We gaan zo meteen even streamen. Gewoon rond 3 uurtjes ongeveer lang. En vanavond komt mijn vriendin hier. En dan gaan we gewoon lekker samen hier pitten. Dus dat wordt ook wel gezellig. Jongens, we gaan even lekker streamen. Ik heb er zin in. En ik hoop dat het gewoon een dikke stream wordt. Jullie gaan straks even horen hoe het is gegaan. Let's go, man. Goeie shit.
Dames en heren, crazy fucking livestream. Wauw, geen woorden voor. Ik heb hier de, ja, het eindscherm van de stream klaarstaan. Quincy, de top donator. Dit is echt bizar. €831,90. Wauw, wat een insane ding. Los van die fucking donatiebalk. Echt ook crazy plays gegooid. Camargo shit. We hadden echt een gekke shootout. Het was fucking aan, man. Dit was echt een leuke stream. Boetje. Maar dames en heren, we hebben wel één nadeel. De camera namelijk. Deze camera is kaduuk. Mijn camera wordt de hele tijd paars. Ik kan het hier ook wel laten zien. Heel de stream in het begin. Ik zal even kijken afspelen zo. Heel de tijd was mijn camera paars. En dit dingetje is kapot. Er zit een filter wat helaas niet meer goed werkt. Dus ik had mijn andere camera aan moeten zetten. Maar ja, dat statief zit zeg maar aan die kant vast. Dus ik heb maar een random vlogstatief, noem ik maar even, hier neergezet. Cameraatje snel neergezet. Dat was wel echt kloten. Dus ja, ik moet even een bedrijf gaan connecten van, yo, mijn camera heeft een rare issue met een sensor of iets. Ik hoop dat dat eventueel verzekerd zou kunnen worden. Aangezien, ja, ik heb dat ding nooit laten vallen. Het is gewoon uit het niets is die gewoon paars gaan doen soms. En soms doet hij het ook wel weer goed. I don't know wat het is. Dus daar moet ik even achteraan. Maar ja, het is wat het is, man. Gelukkig had ik nog die tweede camera. Dus het is uiteindelijk goed gelopen. En wat is het? Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wauw, man. Ik heb echt een chille dag gehad. We hebben Diale ontmoet. We hebben lekker gegymd. Een goede fucking zieke stream neergezet. Was wel gaan, man. Goeie shit. Thanks voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Beginnen zie ik op die like-knop er allemaal super dope zijn. Tot abonneren op mijn kanaal, jongens. Die abonnees gaan echt sexy, man. Dank jullie wel, boys. Thanks voor de love. Ik ga jullie zien bij een gloednieuwe video of livestream. Later, mensen. Tjallas!